Welkom terug bij een gloednieuwe video iedereen. Oké, hier zijn we weer. Vandaag zijn we even iets heel anders aan het doen dan de gewone Minecraft server. Jullie zien het al. Het is tijd voor Skyblock, dames en heren. Ik ben op zich wel toe aan een klein beetje afwisseling. Dus het leek me wel lachen om even Skyblocks te doen, dames en heren. Oké, ja, zoals jullie misschien kunnen zien is dit niet een gewone Skyblocks map. Ja, er zijn meer eilanden of zo. En daarnaast zijn er ook 100 verschillende opdrachten of zo die je bij deze Skyblock moet voltooien. En ik weet eigenlijk niet waar ik die opdrachten kan vinden. Zit hier iets in de kist? Ja, alleen al... Oh, wacht eens even. Bedrock? Is dat normaal? Oké, die bewaar ik eerst. In ieder geval, we hebben alleen ijs en lava nodig voor de cobblestone generator natuurlijk. Oké, we hebben meteen de eerste sapling ook al te pakken. Oké, that's very nice. Ik moet er nu even voor zorgen dat helemaal niks aan de zijkant eraf valt. En dan kunnen we denk ik wel beginnen met dirt weghakken. Ik weet dus niet wat de 100 verschillende opdrachten zijn. Ja, nee. Hopelijk krijgen we daar straks nog iets van een boekie van of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, we moeten waarschijnlijk eerst naar dat eiland en... Alhoewel, ik wil misschien eerst ook wel daarheen. Bruh, we zien het wel. Volgens de mapbeschrijving is dit een hele moeilijke map. Dus het is een leuk projectje om samen met jullie te doen. Jullie kunnen me dan ondertussen lekker wat tips geven en wat dan ook. Zo. En dan stroomt het water daarin. En heb je het lava hier, oh? Please? Ja. Ja, nee, dit is hoe het werkt. Ja. Even zien. Dan ga ik eerst even wat extra cobblestone fixen voordat ik de oak saplings ga herplanten. Even koekloeren. We hebben een crafting table nodig. Yes, yes. En die meter ik hier eerst wel even heen. En dan doen we zo. En doen we zo. En de eerste pickaxe is binnen. Oké, je kan hier gewoon in blijven staan, toch? Nee. Oké, ik moet hier staan. Hey, we hebben een derde sapling. Laatste, please. Oké, in de beschrijving van de map stond trouwens ook dat ieder blokje of wat dan ook dat je krijgt, dat alles van belang is tot iets. Dus je hebt in principe alles nodig om een van de opdrachten te voltooien of wat dan ook. Dus ik heb ook echt geen flauw idee wat ik nu met de bedrock moet. Oké, nou, we gaan in ieder geval eerst gewoon lekker wat cobblestone fixen. En het begint te onweren. Oké, hier is het plan, dames en heren. Eerst ga ik een soort van trappetje naar beneden bouwen. Ja, hier komt het. Oké, fuck it. Ik maak het wel een dubbel trappetje. There we go. En nu heb ik het water nodig, zodat ik nog één blokje eronder kan plaatsen. En waarom blijft het water zo staan? Hallo? Bro, water, stroom. Stroom deze kant op. Doe het. Hier dan misschien. Neem het dirt. Nee. Waarom blijft dit water staan? Oké, ik ben niet tevreden met dit water. We gaan het anders aanpakken, dames en heren. Ik ga er gewoon wel recht onder. Hopelijk gaat dit niet meer dood worden. Oké, even zien. Die moet eventjes wat naar beneden. En dan is het wel prima. Oké, dan kan ik hier meteen beneden ook wel cobblestone terugplaatsen. Want dirt is op een gegeven moment volgens mij best wel zeldzaam. En dan hebben we weer wat meer cobblestone nodig. Oké, kan ik hier zeg maar ook een slab op mieteren? Want ik raak nu de hele tijd cobblestone kwijt omdat het in het lava valt. Dus dat, helpt dat? Doet het iets? Volgens mij helpt dit wel. Oké, ik heb 14 blokjes. Dit is eerst wel meer dan genoeg. Even zien, dat moet dichtgebouwd worden. Yes, yes. Even zien, welke paal had ik naar beneden gebouwd? Oh, dat is gewoon deze hier, oh. Oké, plaatsen we eerst daar een blokje. En dan hier helemaal beneden ook nog een blokje. En dan ga ik denk ik nu gewoon van de rest allemaal slabs maken. Want het is veel slimmer om slabs te gebruiken. Even zien, dan spring ik op deze. En ja, dan maak ik hier gewoon een platform van, denk ik. Oké, dit blokje wil ik dan ook in een slab veranderen. Kom op, nee, het blokje is gone. Oké, dames en heren, hier komt het slimme plan. Even zien, klein stukje verder opbouwen. En dan hoppakee, dirt blokkie daar, oh. En hoeveel ruimte wil ik dan tussen de bomen hebben? Iets van 4 blokjes of zo. Prima, Jima, 4 blokjes ertussen. Hoppakee, nog een dirt blokkie. En we hebben natuurlijk 3 saplings. Dus dan gaan we hier weer 4 verder. 1, 2, 3 en 4. En dan bouwen we hier nog een boom. Top, hoppakee, hoppakee. En hoppakee, even zien. Nog even wat slabs tussendoor. Prima. Oké, nu moet ik hier weer omhoog zien te komen. Dit is een beetje een gek trappetje. Maar het is tijd om meer cobblestone te farmen. Yippie. Skyblock is zo leuk, dames en heren. Skyblock. Ja, ja. Nog nooit eerder gedaan. Eerste YouTuber in Nederland die Skyblock begint. Dat is een titel waar je trots op kan zijn. En die heb ik maar gewoon weer even te pakken, hoor. Alright. Wat gaan we even doen? Ik ga ten eerste denk ik gewoon even een steen pickaxe maken. Ik ben wel klaar met de houten pickaxe. Het is mooi geweest. We hebben toch 3 boompjes die op dit moment aan het groeien zijn. Ik vind het allemaal wel prima, Jima. Hoppakee. Wacht, is het niet nog makkelijker als ik nog eentje naar beneden ga? Zo. Volgens mij pak ik dan automatisch alles wel op. En dan moet ik hierachter eigenlijk een houtblokje hebben. Zodat ik de hele tijd mijn pickaxe ingedrukt kan houden. Ja, nee, ik heb de perfecte oplossing gevonden. Ik kan hem nu gewoon de hele tijd ingedrukt houden. En dan ben ik cobblestone aan het minen. Even zien, hoeveel heb ik nu? Ik heb 14. Prima! Laat trouwens allemaal even weten in de comments en zo wat jullie van Skyblock vinden. Want ik doe dit nu wel, maar ik heb echt geen flauw idee of iemand hier überhaupt op zit te wachten. Veel andere vette dingen komen er binnenkort trouwens ook aan. Dus abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Oké, even zien. Hier wat cobblestone weghalen. Alright. Wat ga ik eens even doen? Ik heb nu best wel veel cobblestone. Ik denk dat het sowieso slim is om gewoon alle
alles in slabs te veranderen. Aangezien het veel productiever is om ja, alles met slabs te maken. Want dan heb je sowieso het dubbele of zo, denk ik. Ja, toch? Ja, want je krijgt 6 slabs van 3 blokjes. So, that's pretty nice. Even zien. Dit zo dichtbouwen. Jip, jip, jip. En dan kan dit ook allemaal wel even dichtgebouwd worden. Dan denk ik ook gewoon dat ik als eerste eiland daarheen ga. Oh, what the fuck? Ik zie nu ook al 2 kisten. Oké, ja, ik wil daarheen. Man, man, man. Ik vind het wel een beetje kloten dat er werd gezegd dat deze map heel moeilijk moet zijn. Want ik heb nu het idee dat er ook booby traps en zo in zit. Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is. Maar de kans is aanwezig, oké? Zit je hier een half uur lang een mooi platformpie te bouwen? Ga je naar het eerste de beste eiland en dan loop je over een pressure plate heen? Explodeert alles? Hartstikke dood. Kun je weer overnieuw beginnen? Daar zit ik niet op te wachten, dames en heren. Oké, crafting table. You are coming with me, my friend. Dit is het nieuwe stukje waar we op gaan wonen. Kun je trouwens ook dieren krijgen in Skyblock? Volgens mij, als je de grasblokjes goed bewaart, dus deze shizzle hero, dan kun je volgens mij wel dieren krijgen. Want ik meende dat het vroeger iets was van een grasveldje waar je ver vandaan staat. Daar kunnen dieren op spawnen. Maar ik weet trouwens niet zeker of dat nu nog steeds zo is. Maar we gaan het sowieso wel proberen, oké? Ik wil Kipnugget hier naartoe zien te krijgen. Bruh, ik mis Kipnugget in deze Skyblock wereld, oké? Nee, dat is niet waar. Niemand geeft een fuck om Kipnugget. Oké, even zien. Blokjes hero weghalen. 26 blokjes. Zou dat genoeg zijn om naar de overkant te gaan, is de grote vraag. Oké, here we go, man. We gaan een brug bouwen. Hoe lang is het nu al nacht trouwens, bruh? Ik heb echt het idee dat het al 20 minuten nacht is of zo. Zijn we er al bijna? Nee, oké. Als ik nu per ongeluk mijn vinger van de fucking shift-knop afhaal, dan flikker ik naar beneden en is het allemaal voorbij. Alhoewel, nee, ik heb niks van waarde bij me. Never mind, oké, dan is nog helemaal niks voorbij. Ben ik er nu al? Oh nee, ik ga denk ik net niet redden. En we hebben het net niet gehaald. Oké. Oké, 20 blokjes. Dit is meer dan genoeg. Let's fucking go, man. Ik wil weten wat er op het andere eiland is. Even zien. 1 stick neem ik mee voor een zwaardje. En dan boom. En boom. En even een paar slabs erbij. Hoppakee. Let's fucking go, man. Huh? Zat dat eiland daar net al? Of ben ik nou gek? English? Italiano? Oké, let's go English. Ja. Ik denk dat dit de opdrachten zijn. Hint? Hint. Oké. Ik ga dat stained glass ook meenemen als je het niet erg vindt. Makker. Oké. Hint en hint. Alright, laten we even kijken wat we hier hebben. Listen to me, you have to find in this small labyrinth a wood pressure plate which opens a secret room. I recommend you to break some blocks to make easier these tags. It's very nice English, my friend. Remember that Wilfar lies. Oh, dat is een hint. Oh, moet ik dat op gaan schrijven? Nee, ik bewaar het boekje wel. Wilfar. Oké, als ik iets of iemand tegenkom dat Wilfar heet, niet naar luisteren. Oké, het tweede boekje begint meteen met I'm Wilfar. Alright, listen to me. You have to find in this small labyrinth a wood pressure plate, which will open a secret room. Be honest and don't break any block. Examine every corner. Remember that Ricky Killer 99 lies. Oké, hier heb ik niet zo heel veel aan. Ricky Killer die zegt dat Wilfar aan het liegen is en Wilfar zegt dat Ricky Killer aan het liegen is. Wie moet ik nou geloven dan? Wat is dit? Hallo? Oké, nou ja, die Wilfar die zegt dat je helemaal geen blokken mag breken. En Ricky zegt dat je juist wel blokken mag breken. Ik vind wel allemaal prima. Ik ga de stained glass in deze kist ook stelen. Ook al ben ik geen Italiaan. Het spijt me. I'm still gonna take the stained glass, man. Yes, very nice. Oké, nou, dit moet een labyrinth voorstellen. Alright, ik neem die string ook allemaal. Oh, wat gebeurde daar? Oh, ik hoor iets. Oh, er is ook redstone hier. Oh, nee toch. Wat is dat? Oh, dat is een silverfish. Oh, dit zijn allemaal silverfish blokjes. Oh, dat is misschien niet heel slim dat ik ze dan allemaal ram. Oh, fuck. Nee. Dit gaat me dood worden. Kut vissen. Nee. Waarom breekt dit hele eiland? Fuck off. Nee. Oh, no, bro. Oh, no. Oké. Oké, ik heb een idee. Nee, wacht. Ja, is het een idee? Fuck, ik weet niet of het een slim idee is. Ik wil misschien wellicht een lava bucket pakken en gewoon al die vissen in de brand steken. Maar dan kan ik misschien ook mijn eigen items opfikken. Oké, laten we eerst even kijken of er überhaupt iets van waarde ligt. Als het alleen maar een paar pickaxes en wat stenen zijn en dat zwaardje, dan vind ik het allemaal wel prima. Oh, bro. Ja, ik weet niet of het mogelijk is om hier mijn items nog levend vandaan te krijgen. Nee, ik wil die stained glass ook houden, man. Bro, hoezo zijn er zoveel vissen? Oké, Operation Kill the Silverfish gaat van start, dames en heren. We gaan het gewoon doen met het lava. Oké, even zien. We pakken het lava. Ja, ik kan wel zeggen, mocht ik wel doodgaan, dan drop ik alvast even mijn wooden pickaxe hier. Maar als ik doodga, dan kan ik waarschijnlijk net zo goed de hele map opnieuw gaan doen. Want dan hebben we geen lava meer. Oké, silverfishies. Ja, jullie moeten allemaal hier beneden even verzamelen. En dan doe ik dit. En haal ik het weer weg. Oké, nu gaan ze dood. Zijn ze doodgaan? Kom op, ga allemaal hieronder staan. Doe het. Ja.
Ja. Zo. Oké, nu blijven ze allemaal staan als het goed is. En dan doe ik dit. Oh no. Mijn items. Oh ja. Ja. Ik heb volgens mij ook een deel van mijn items verbrand. Oké, wacht. Ik ga nog iets anders proberen. Het ding is, ik heb het idee dat als je met je zwaard dat sweeping edge gebeuren doet, dat je meerdere mobs in één keer kan raken. Dat je dan ook per ongeluk blokjes breekt. En dan spawnen er meer silverfish. Dus het volgende plan is een axe maken. En dan ga ik ze allemaal kapot rammen met de axe. That's the plan. Ik wil mijn items terugkrijgen, oké? Oké, yes, ik heb het plan. We springen erin en we bouwen onszelf gewoon meteen omhoog. Geen enkel silverfishie die ons dan kan aanvallen. Alright, here we go. 3, 2, 1. Ik leef. Niks aan het handje. Er is ook bijna niemand meer. Waar? Ik ben er eentje gejiet. Waar is hij? Ik zie hem niet eens. Is hij nou? Hij is onzichtbaar. Hij is onfucking. Nee, hij is onzichtbaar. Bruh. Oeh. Nee, opdonderen. Come on. Omhoog. En dan hier omhoog. Oké, we hebben de items, dames en heren. We did it. Ik weet niet hoezo er een onzichtbare silverfish tussen zit. Oh nee, ik ben ook een van de boekies kwijtgeraakt. Oké, volgens mij zijn die boekies ook niet heel belangrijk. Want in deze zaten nog geen opdrachten. Oké, ik ga nu sowieso dood, maar ik wil weten wat er op de... Press this button to the spawn. Wacht, This button to spawn the end island. Oké. Oké, dat zit gewoon in het Italiaans. Alright. Wat? Bruh! Oké, wat ben ik blij dat ik mijn fucking items heb gedropt. Click this button to spawn the ant island. Oké, dus het klopt dan wel dat ik gewoon met mijn tangles overal vanaf moest blijven. Is hier verder nog iets op het eiland? Oh, er is wel een ant island gespawnd. Maar alles is hier geëxplodeerd. Oh, fucking silverfish. Oh, nee toch. Ze zitten allemaal achter me aan. Nee! Nee. Ik wil deze items houden. Ja, ik zit vast in een... in een cobweb. Nee, ik wil hier op zich wel blijven. Nee. Ik wil niet naar beneden. Oh, ze zitten allemaal in dat gat. Ze zitten allemaal in het fucking gat. Bruh, het is tijd voor lava. Oké, ik moet wel oppassen. Hier zitten nog veel meer silverfishies. Hoe kan ik hier mezelf in één keer uitbieten? Oké, hij zit nu ook in het gat. Parcours skills. Ja. En I made it. Oké, rennen voor mijn leven. Alright. Ik heb een paar itempjes kunnen redden. Ik hoop niet dat ik nu het complete eiland naar de tering geholpen heb. En dat ik zeg maar... niet meer de mogelijkheid heb om dit spel te winnen. Maar, we did it, man. We hebben het end island gespawnd op een of andere manier. Ik denk dat ik daar als eerste heen moest. Dat is dat standaard skyblock eilandje. In ieder geval, dames en heren. Ik moet even mijn HP terugkrijgen. En dan gaan we terug, denk ik. Is het slim om terug te gaan? Oh, wat nou als ik mijn lava kwijtraak? Dat zal echt fucky zijn. Wederom, voor de zekerheid blokken meenemen, zodat ik mezelf eruit kan bouwen. Operatie, kijk of er meer loot zit op het eiland, begint nu. Wat? Zijn ze allemaal gedespawned? Oké, fuck it. Nee. Ik wilde zeggen, fuck it, ik spring naar beneden. Maar dat ga ik niet doen als ik mijn lava bij me heb. Oké, ik zet mijn lava eerst wel gewoon even in deze kist, joh. Hoppakee. Goed, kijken of hier beneden nog iets is. Iets van een kist of zo? Nee. En al deze blokken hier zouden wel gewoon silverfish blokjes zijn. Zijn torches en zo ook silverfish blokjes? Nee. Oké, nou, ik kan de torch nu niet pakken. Dan spawn ik weer. Ja. Oké, ik heb de torch gepakt. Laat me met rust. Waar kan ik omhoog bouwen? Nee, fuck off. Nee, kut. Nu heb ik er 2 gespawnd. Ik wil hier weg. Oké, we did it. Easy. Oké, ja, ik denk dat dit alles was wat ik op dit eiland moest doen, of niet? Ik denk dat het gewoon puur was om het endportaal te spawnen. Maar ja, het endgebeuren is toch niet iets wat ik nu meteen kan doen. Dus laten we naar het volgende eilandje gaan. Hiernaast staat letterlijk een eiland. Dus even zien. Lava hier weer in. Hoppakee. Ja, ik kan eerst trouwens die boom ook wel even omhakken. But before we do that, moet ik ook nog even een platformpie eromheen bouwen. Anders vallen de saplings straks van het eiland af. En dat willen we ook niet hebben. Ik ga trouwens even een klein beetje van mijn dirt investeren in iets, dames en heren. Hetgene waar we het net ook al over hadden. Een eilandje waar dieren op kunnen spawnen. Dus we moeten even ervoor zorgen dat het gras verder opzij groeit. Ja, dat eilandje wil ik wel een beetje aan deze kant doen. Dus laten we hier gewoon even lekker wat dirt plaatsen, zodat, ja, het gras kan groeien. Even zien. Hiero en hiero. En dan bouw ik hier uiteindelijk natuurlijk nog een cobblestone plateau onder. Dus als ik dan ooit de dirtblokjes hier weg wil halen, dan vangen we ze natuurlijk nog wel op. Want, man, je moet overal bij nadenken met Skyblock. Want gewoon letterlijk alles wat je hebt is een soort resource. Oké, even zien. Hier ook even een torch. Hoppakee. Alright. Now it's time to plant back some oak saplings. Yes. Oké, maak ik meteen ook even wat meer slabs. Zodat ik dit hier ook een klein beetje kan uitbreiden. Even zien. 1, 2, 3,
4. Dan moet daar weer een dirtblokje komen. En 1, 3 en 4. Dan moet hier ook een dirtblokje komen. Dan kan ik dit allemaal meteen ook wel even dichtbouwen. Boom, boom, boom. Alright. Oké, ik bouw dit ook wel even dicht. Eerlijk is eerlijk. We hebben oprecht al best wel een groot eilandje. Oké, ja, wat is nu het plan een beetje? Ik kan naar dit eilandje gaan. Ik kan naar dat eilandje gaan. Ik kan ook... Ja, nee, fuck it. Ik ga eerst wel gewoon naar dit eilandje. Nee, we zien. Even hier een bruggetje bouwen. De grote vraag, wat de fuck is dit? Het is gewoon een nether dingetje met een button erop, of niet? Of nether dingetje. Ja, er staan nether quartz op en bedrock. Want als ik een trappetje naar beneden probeer te bouwen. Dus zo een beetje. Oké, ik vertrouw deze map echt voor geen meter. Dus ik ga al mijn items even droppen. En dan pas op de button slaan, oké? Okay? Ik bedoel, straks spawnen we weer 10.000 silver fish of zo. I don't know. Oké, here we go. 3, 2, 1, boom. Oh, wat is dit? Your game mode has been updated to adventure. What the fuck? Throw the bucket. Wat? Oh. Hè? Wat moet ik doen? Moet ik dit gewoon daarin yeeten? Ik snap het niet. Waarom krijg ik hier buckets? Sapling, sapling, sapling. Use this only in case of extreme necessity. Oh. Oh, ik snap hem. Oké. Dit is als je blijkbaar per ongeluk een fuck-up maakt. Dat je dan gewoon één dingetje nog terug kan cheaten. Oké, daar gaan we geen gebruik van maken, dames en heren. Dat is cheaten. Doen we niet. Zodra ik mijn shit kwijtraak en ik kan niet meer verder met de serie... Is deze serie compleet voorbij? Compleet voorbij? Is dat de kloppende Nederlandse zin? Ik heb geen flauw idee. Maar, ja, dat zijn de regels, dames en heren. Als ik iets verlies, dan ben ik de Sjaak. En ik heb honger en kan niet meer sprinten. Dus ik spring even van het eilandje af. Ja, nee, come on, man. We gaan niet cheaten. Eerlijk is eerlijk. We gotta do this legit, man. Ik ben verreweg de beste Minecraft-speler van Nederland, oké? Dus, het moet wel goed komen, oké? Alright, laten we alvast beginnen met het bruggetje hierheen. Alright, dat waren weer alle slabs. A few moments later. Oké, ik heb lekker wat cobblestone verzameld. Ik denk dat we nu wel in één keer naar dat eiland kunnen gaan. Dus, even zien. Ik gebruik de helft gewoon om slabs van te maken. Hoppakee. En let's go. Dit moet wel genoeg zijn, toch? 48 slabs, 25 blokjes. Ja. Dit komt goed. Ik moet misschien straks nog wel iets lager gaan op de map. Of niet? Kom ik onder dit eiland terecht? Ik wil die sandstone natuurlijk ook kunnen oppakken. Ik weet niet of sandstone überhaupt ergens goed voor is. Volgens mij kun je er helemaal niks mee. But you never know, man. Oké, dit is het plan. Ik wil even een wenteltrappetje om het eiland heen bouwen. Oké, even zien. Dan gaat hij hier zo omhoog. En dan gaat hij daar omhoog. En dan hier nog een slab. Helemaal top, joh. Alright. En dan hier een slabby. En daar. Oké, nu hebben we meer slabs nodig. Ik kan trouwens denk ik ook wel even een shovel maken. Dat maakt het ook wat makkelijker met dirt verzamelen en straks ook zand verzamelen. Dus let's do that, man. Even zien. Iets meer slabs. Hoppakee. En een shovel. There we go. Oké. Ik heb het gehaald, dames en heren. Hoppakee. We hebben de cactus te pakken. Kun je dit dingetje ook wegrammen? Oh nee, daar krijg je gewoon een stick uit. Alright. En dan moeten we nu al het zand hier dus weghalen. Zo. Yes. Hebben we dat zand ergens voor nodig dan? Wat kun je met zand? Is er iets specifieks wat je met zand kan? Oh, what the fuck is dit? Oh, er zitten botten in het midden. Dit zijn toch botblokken of zo? Oh, er zit ook een kist. Oké. Oh my god. Oké, we hebben weer allemaal loot. En we hebben nu ook verschillende bomen. Dat is best wel nice. Hebben we ook verschillende houtsoorten. Ook nog een water dingetje erbij. Oh, dan kunnen we nu een infinite water source maken, denk ik. Nice. Oké, cool. Bij Wilfar, bij Ricky Killer. Oké, dat zijn wel weer dezelfde namen. Ik vertrouw die twee mannen niet. Even zien wat ze deze keer te zeggen hebben, dames en heren. Alright. 150, 50, min 150. Oké, dat zijn overduidelijk coördinaten. Even zien, welke coördinaten zitten we nu op? 150, 50, min 150. Oké, daar zijn we wel een aardig stukje vandaan. Maar ik denk dat daar iets te vinden is dan. Oh, en dat andere boekie is min 150, 50, 150. Oh, ik denk dat het misschien... Oh, en dat zou zeker wel één van de twee weer goed zijn. Dan is één van de twee guys weer aan het... liegen en dan is eentje weer de waarheid aan het vertellen. Oké, wie loog er net bij dat eiland? Even zien, we hebben nog één van die twee boekies. En degene die zei dat we niet aan de blokken mochten komen, dat was degene die de waarheid sprak, want we mochten inderdaad niet aan de blokken komen. Want toen spawnen er fucking silverfishes! Oké, even zien, Ricky Killer, bla 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 bla. I recommend you to break some blocks to make easier this task. Oké, dus Ricky Killer was aan het liegen. Dan moeten we het boekie van Wilfar dus geloven. Dat is deze. En Wilfar, en die guy die zegt dus 150,
150 min 150. Oké. Good to know. Alright, laten we eerst alles hier even instoren. Yes. Oké, ja, ik denk dat ik dat ga bewaren voor de volgende aflevering. Want ik zit hier op min 5 en min 4. Dus dan zit ik meer dan 300 blokjes van dat desbetreffende coördinaat af. Dus we gaan in de volgende aflevering kijken of daar iets te vinden is. Nu wil ik eerst even de rest van het eilandje weghakken. Even zien, dit is de een na laatste laag. Hierna zit alle sandstone. Dat laat ik eerst al even staan, want ik weet niet eens of je sandstone überhaupt nodig hebt voor iets. Maar zand hebben we wel nodig. Oké, weet je wat? We maken straks wel gewoon een soort van kleine cactusfarm. En dan moeten jullie maar even in de reacties laten weten wat ik überhaupt met een cactusfarm kan. En of het, ja, nodig is voor iets in Skyblock. Voor nu ga ik gewoon lekker helemaal niks doen met die cactus. Oh, pickaxe is kapot. Oké. We hebben meer cobblestone nodig. Cobblestone pickaxe? Oh, fuck, nee. Oké, gelukkig. Ik heb hier nog 2 cobblestone. Ik wilde net zeggen, straks heb ik niet genoeg cobblestone om nog een pickaxe te bouwen. Oké, we hebben er weer bijna een stekkie bij, dames en heren. Hoppakee, 58 blokjes. Heerlijk. Allemaal slabs. There we fucking go, bruh. Oké, dan ga ik dit even lekker ver uitbouwen. Even zien. Zo en zo. Yes. Alright. Ja, ik denk dat ik nu ook even een infinite water source ga maken. Ik ga de infinite water source wel gewoon maken. Met ook blokjes eromheen. Tada. Het is de grootste verspilling ooit. Vooral omdat het op skyblock is. Maar mooi. Hier gaan we een infinite water source in gooien. Even zien. Dan heb ik gewoon ijs hier nodig. Moet ik dit trouwens wel doen? Misschien verneuk ik nu wel het enige goede blokje ijs dat ik nodig had voor iets. Maar boeien. Alright. Water. Boom. En water. Infinite water source, baby. We did it. En dan meter ik deze hier weer terug. En dan hebben we de cobblestone generator ook weer up and running. Alright. Ja, ik kan hier nog wel even wat slabs op plaatsen. Hop. Very nice. Oké, ik weet eigenlijk niet wat ik nu aan het doen ben. Ik ben maar gewoon een beetje doelloos wat extra cobblestone aan het verzamelen. Alvast voor de volgende aflevering. Maar ik denk dat het wel mooi geweest is voor nu, dames en heren. We hebben echt fucking veel gedaan voor een eerste aflevering. Niet normaal. Hier ligt nog een sapling. Very nice. Oké. Er is nog geen jungle sapling teruggevallen. Dat is wel zonde. In ieder geval, dames en heren, mochten jullie tips of wat dan ook hebben voor Skyblock, laat het me weten in de comments. Laat sowieso even weten wat jullie vinden van de Skyblock-serie. Oh, en volg mijn Instagram trouwens. En abonneer op mijn YouTube-kanaal. Video liken, ook belangrijk. Yo!